die ontmoeting met, inmiddels wijlen, Herman Brood. Henk Binnendijk, Herman Brood. Twee werelden die elkaar niet raakten, zou je denken. Hoe kijk je daarop terug? En toch wel raakt. Ja, hè? Ja. Wat dacht je toen bij Herman Brood? Die had een turbulent leven en nog veel meer. En die zat aan de drugs en ik de drank. Ik dacht niet zover, want jij weet dat ook wel. Je kunt niet met een lijstje vragen komen bij Herman Brood. Je begint maar ergens. Ik zag je ergens, lopen door dat atelier een ja, beetje. Ja, want hij begint ook maar ergens. Ik weet nog dat hij na vrij korte tijd zei van... We zijn hier niet gekomen om over koetjes en kalfjes te praten. We zullen het over God hebben. Dat was Herman. Dus ging dat betrekkelijk makkelijk eigenlijk. Ik vond, ja, je rijdt dan naar huis trouwens en denk ik, wat een prachtig mens. Wat een prachtig mens. En ik denk dat hij van mij, het misschien met andere woorden, maar ook dacht. Daar vindt een ontmoeting plaats van twee mensen die elkaar helemaal niet kennen. Die in twee andere werelden leven. Maar dat vind ik ook iets van het gevolg van Gods liefde. Ik vond het een heerlijke jongen. Ik vond het vreselijk toen ik hoorde dat hij een eind aan zijn leven had gemaakt. Ik heb niks te zeggen in die zin, ook in de hemel niet. Toch kan ik me voorstellen, hè, als ik nou straks voor Gods aangezicht sta... en Herman komt voorbij. God, dat is Herman. Die moet u genadig zijn. En ik heb niks te moeten, ik heb niks te zeggen. Maar voel je wat God doet in je hart? Mooie jongen, joh. Mooie. Tuurlijk kan je er een negatief verhaal tegenaan plakken. Herman was zo'n mooi mens. En dat is God die in je woont. En dat zie ik om me heen, met alle soorten mensen om me heen. Dan denk ik, God, wat is het fantastisch om u te mogen kennen. En ik bid u dat u in mijn leven doet wat u graag doen wil. Help me om u niet in de weg te staan. Dat bad Corrie de Boom vaak, hè. Ze ging spreken, Heer, wilt u me helpen om u niet in de weg te staan? Dat bid ik ook. En ik vind al die ontmoetingen, en dat is tot op de dag van vandaag... met alle soorten mensen, dan denk ik, wat was het goed, zeg...